Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We hebben op dit moment een code geel voor Groningen en Drenthe. Daar zijn de wegen nog net onder nul en kan dus plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of door sneeuwresten. En er valt ook neerslag in het oosten van het land, maar dat levert op dit moment nog geen gladheid op. De weerkaart laat zien dat er veel bewolking in onze omgeving is, dat de opklaringen zich wel boven Duitsland bevinden en noordoosten van Frankrijk, maar die gaan niet bij ons komen, want dat regengebied wat ik net al noemde, dat neemt er eigenlijk alle tijd voor en ligt een groot deel van de dag boven ons land. En je ziet allerlei kleuren op het neerslaggebied staan en dat geeft aan dat we op de rand zitten van verschillende neerslagsoorten. De blauwe kleuren, dat is gewoon regen en motregen, maar als het roze gearseerd is, dan kan er ook wat natte sneeuw bij zitten. Bij de wit gearseerde gebied in de buurt van Drenthe, daar is ijsregen of ijzel mogelijk. En boven Duitsland zien we dan alleen maar roze kleuren. En dat geeft aan dat daar sneeuw valt. En ik verwacht dat we in de loop van de dag dat gearseerde gebied verder over het land zien trekken. En dat we ook meer plekken krijgen met alleen maar roze. En dat betekent dus dat er sneeuw kan vallen. Waar dat precies gaat gebeuren, dat is nog lastig te zeggen. Als we bijvoorbeeld naar dit model kijken, dan zien we dat de sneeuwvlokjes vooral langs de oostgrens en in het zuidoosten dwarrelen en dat er elders regen valt. Morgen dan opklaringen, dan zien we wel de zon en richting zondag en maandag komt er alweer een nieuw regengebied aan. Dat front dat ligt dan boven Ierland en ten westen van Frankrijk, maar komt snel onze kant op en dat zal maandag voor slecht weer gaan zorgen. Regen, maar misschien gaat er ook wel weer sneeuw vallen. Van een winterweer zijn we dus nog niet helemaal af. Vandaag dus ook niet. Langs de oostgrens met name kans op winterse neerslag. Temperaturen het koudst ook in die regio, in het oosten en noordoosten nog rond het vriespunt. Langs de westkust is het plus 1 of plus 2 en daar valt voornamelijk regen. Vanmiddag ook nog steeds op veel plaatsen regen. Eigenlijk is het vaakst droog in het noordwesten en noorden. En in de rest van het land flinke perioden met regen, motregen of misschien dus natte sneeuw of sneeuw. Er zijn zelfs modellen die 5 centimeter sneeuw uitrekenen voor plaatsen in Gelderland en Overijssel. Dus kijk niet gek op als het ineens wit gaat worden buiten. Vanavond moet het dan toch allemaal weg gaan trekken, die neerslag. Vannacht dan wat lichte vorst en een winterse bui. En ook morgen overdag verwacht ik nog een enkele winterse bui. Maar wel bij veel hogere temperaturen, 3 tot 6 graden. Dus morgen geen wit landschap weer. Maar in de nacht en vroege ochtend kan nog wel glad zijn door die vorst die we op dat moment hebben. 'S Middags heel vriendelijk weer en veel beter weer dan vandaag. Dan kijken we nog even vooruit. Maandag had ik al gezegd, opnieuw kans op wat regen of sneeuw. Dinsdag en woensdag gaan de temperaturen dan stap voor stap verder omhoog. En dan raken we ook in de nacht de winterse perikelen kwijt. Want dit is de 15-daagse en de trend is toch duidelijk omhoog. De nachten die blijven nog wel een beetje in de buurt van de 0 graden schommelen. Maar de kans dat er echt stevige vorst is, die is toch echt wel heel klein. De meeste nachten denk ik weinig aan de hand. Dus al met al gaan we langzaam richting het einde van het winterweer. Misschien eind februari of begin maart nog een spelderprik. Maar op dit moment moeten we het doen met de laatste sneeuwvlokken die we vandaag en maandag te zien krijgen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.